shit, what up? Kijk, buiskindertjes. Ik ben Rico Serbian Gameplay. En welkom bij een nieuwe online video ervaring. Of zoals de saaie mensen dat noemen, een vlog. Ik heb al meer dan een half jaar niet gevlogd, want mijn leven is al meer dan een half jaar niet interessant geweest. Very, very sad. Vandaag wordt het misschien een klein beetje interessant. Vandaag is de Dutch YouTube Gathering en dan word ik behandeld als een prinses. Ik krijg een gratis broodje en ik moet helemaal naar Utrecht komen en dan een beetje chillen met kijkers. Ja toch? Misschien vraag je je af, Rick, waarom ben je aan het lopen? Super interessant verhaal. Ik had een fiets, band was lek, fiets niet zo handig. Daarom ben ik aan het lopen. Het is 40 minuten lopen naar het station. Dat noem ik een gezonde wandeling. Ik heb gewoon mijn koptelefoon, daar luister ik Harry Potter luisterboeken op. Het leven is goed. Word je lekker wakker van? Ik zie vaak in dit soort kutdingen wel weer iets positiefs. Het is een prima wandeling. De sluipwegwijzer. Hoofdstuk 9. Bitter verlies. Professor Pergament stuurde alle Gryffindors terug naar de grote zaal, waar ze 10 minuten later gezelschap kregen van de leerlingen van Hufflepuff, Ravenclaw en Vollerich. Ja, zo te zien snapte niemand er iets van. Wat een lekker zonnetje. Ik zie geen ene flikker. Ik ga nu eventjes met de trein. Want helemaal naar Utrecht lopen, dat is best ver. Ik ga met de trein naar Sloterdijk. Vanaf daar heb ik persoonlijk vervoer geregeld. En dan zie ik je daar alweer. Want vloggen in de trein is nog ongemakkelijker dan vloggen op straat. En ik wil al dood momenteel. Ah, val wel mee. Beetje. Wel, niet. Ah, maar dat kan maar niet uit. Dit is de pokerstop. Ja toch. Schud het af. Ik zit in de auto bij Lars, het is een favoriete chauffeur uit de vlogs. Ik denk dat Lars oprecht van alle mensen die ik ken het vaakst in mijn vlog zit. Ja, denk ik ook. Op een of andere reden, als ik iets interessants doe met mijn leven, dan is Lars er gewoon altijd bij. Ja. Voor de rest, ja, je ziet hem voor de rest nooit op mijn kanaal, behalve gewoon in mijn vlogs, wanneer hij aan het auto rijden is. Ja, ieder zijn ding toch? Ieder zijn ding, weet je, een schoenmaker blijft bij je leest. Lars kan gewoon mij niet doodrijden en daar ben ik heel tevreden mee. Dus wij gaan naar de Gathering toe. We zijn een beetje laat, want alles is dicht en omwegen. Maar we hebben goede muziek op de radio, shit. Dus dat komt goed. Neem de afslag rechts naar afrit 6 tot en met 8A2 richting Maarsen Utrecht. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I We hebben eventjes geparkeerd in een willekeurige woonwijk, want hier kan je gratis parkeren. Dames en heren, ik wil jullie één levensadvies geven. Als het gratis kan, doe het gratis. Skere tijden, Nederlanders, money money geld poen poen. We moeten nu al 10 minuten lopen. Dat is ook gratis. Eén groot feest. Skere tijden. Volgens mij kan je als je uitgenodigd bent op de gathering ook gewoon daar gratis parkeren. Maar dat bedacht ik me net pas, dus ja, boeien. Hey! Maties! Hallo! Ik ben op de gathering. Ik ben bij het buitengedeelte waar YouTubers stiekem aan het roken zijn. Echt, je bent teleurgesteld in al je favoriete YouTubers. Ik heb een cakeje. En er ligt een muffin op de grond. Ik ben even Banyotown bij elkaar aan het rapen. Dit is Vincent. Hallo! Ken je me nog? Waarschijnlijk. Van Banyotown. Ja, ik heb een baard. Abonneer op Banyotown, het komt weer terug. Sowieso, we gaan weer leven. We springleven zijn we, zoals nu. Ik ga nu even naar binnen, eventjes mijn ding halen. Zo'n een coole kaart. Er staat dan op dat je daar Finstyle bent, dat is super vet. En dan kan je naar binnen. Dat is jouw broers. Dit is Billy. Billy Idol. Hallo allemaal. Ik zit momenteel diep in de VIP, echt gewoon... Dieper dan dit ga je het niet vinden. Ja, ik ontneem je wel een beetje het beeld nu, hè, met mijn grote lijf. Maar moet je ja, kijk, ik had eigenlijk een hele mooie achtergrond. Ze hebben zelfs allemaal kermisattractie shit en allemaal mensen en allemaal YouTubers die de moeite hebben gedaan. Zo'n eigen stand te kopen voor heel veel geld. En dan kun je heel veel geld verdienen aan je t-shirts. Kijk, daar bijvoorbeeld heb je gewoon de Armor Was Right stand. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ik heb net een knuffel gehad van Armor Was en we gaan diep ook. We gaan dik ouwe. Hey, wil je een knuffel van mij? Oh ja. Oh. Mm. Dat is fijn. Allemaal knuffels. Goed, nu denken de mensen dat we elkaar mogen, ook daar. Ja, kijk, we worden ook gewoon bespioneerd vanaf boven. Onze knuffel is echt duidelijk waargenomen. We worden gewoon gezwaaid vanaf daar. Ik ga denk wel even naar beneden, want ik kan de hele dag met arm blijven chillen. Maar dan kan ik net terug naar jouw huis toe. Ja, dat is waar. Je bent altijd welkom. Maar dat is fijn. Ik sta hier met Big Papa. Big Papa Banjo. Oh, Ricky man. Banjo Town is back. Ja, we gaan weer beginnen, heb ik net gehoord. Ja, we gaan zo meteen... Heb je het wachtwoord nog veranderd? Je kan het nog op. Nee, het wachtwoord is nog altijd... Dus maak je daar geen zorgen over.
Ik had er gewoon op en jullie nu ook. We gaan rijden alle video's. Geen moeite. Het is ook echt recht het wachtwoord van Banjo trouwens. Ja, ja. Ik heb ook nog... Het is het wachtwoord van mijn accent. Als je niet... Oh. Ik heb een tijdje getwijfeld. Zal ik gewoon inloggen op Banjo Town en gewoon een video maken met... Yo, abonneer op mijn kanaal. Ik dacht eBay verkopen misschien wel. Gewoon doorverkopen. Een kanaal met 130.000 subscribers. Ja, er zijn wel bedrijven die dat gewoon opkopen inderdaad. Ja. Interesse. Weet je wat dit is juist uit. We kunnen wel gaan checken voor een petitie. Als jullie een petitie beginnen, dat we een vaag project beginnen op Banjo Town. Van 2 video's abstract. Of zo. Ja, 2 video's per abstract, jaar. Abstract, met hoge klanken. Ja. Rare beelden. ASMR gaming video's. Dat we zeg maar alle beelden die we niet knippen in een YouTube video aan elkaar plakken. Dus, en dat uploaden. Dus zeg maar als je... De outtakes. Ja, de echte zooi die online hoort te komen. Precies. Van Banjo Town. Zeg maar alle stille momenten in de vlog, alle keren dat je iets verkeerd uitspreekt. Ieder kusje dat je uit je normale video knipt. Dat verzamel je over een jaar en dat gooi je dan een Banjo Town. Laten we zeggen, bij 2500 handtekeningen. En 10 likes. 2500 handtekeningen en 10 likes. Nee, die likes worden nog 10 dislikes op deze video. Oeh. Halen we de 10 dislikes vandaag? Vast wel. 10 dislikes, 2500 handtekeningen, Banjo Town is terug. Hey, ik heb mijn meet and greet en er zijn mensen komen opdagen. Wat een sukkel. Wordt vast gezellig. Dus, ik mag maar eerder beginnen, want er staat nog helemaal niemand. Dus, wie heb je nog, maar kun je jezelf terugzien in de video of zo? Ja. Deze. Gaat recht naar Bien. Bye maar of zo. Okay. Is dat voor mij? Helaas. Go. De meet and greet was super gezellig. Een heleboel mensen ontmoet, veel kekkerfotootjes gemaakt en een paar super coole dingen gekregen. Waaronder 10 blikken jodenkoeken. Dat is ongeveer dit. Ja, er is 1 blik weg, maar heel veel jodenkoeken. Gigantische zak erop, fruitduo's. En dit is misschien wel een van de mooiste dingen. Een heel boekje met hele coole tekeningen van mij. Dit streelt mijn ego op een heel hoog niveau. En er zitten echt een paar hele vette tussen. Dat was... Oh, deze. Oh, die is leuk. Ik kreeg net ook een kopietje van de girls. Dankjewel, kan ik weer 4 video's over vol lullen. En de rest van de dag ga ik nu gewoon een beetje rondlopen, een beetje chillen met mensen. Vanavond is er een zieke party met Bacardi, denk ik. Dus feest. Ik heb Jordi gevonden. Banjo Town is compleet. Yay. Abonneer. Reageer. Dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren, la 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 la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. La 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 la. We hebben nog een paar keer. What up? Misschien valt het op, maar... Het is leeg. Het is minder vol dan voorheen. En daarom zouden we kunnen zeggen dat... Ja, het is niet helemaal leeg. Ik zie wel confetti. Een paar werknemers. Ja. Jou, jammer genoeg. Maar het is gewoon niet heel vol meer. Het is af, zeg maar. Dus ik ga nu even een Mackie pakken. Zo eten de echte YouTubers. Als je veel geld hebt, pak je even Mackie. En zo meteen zie je keiharde party met gratis zuip. Dan ga ik daar allemaal bezopen YouTubers filmen. Wordt echt super vet. Iedereen aan de schandpaal. Belking alert. Woep, woep, woep. Fijn weekend. Oh, we zijn toch weer aardig. Het ging heel langzaam. Ik ga momenteel keihard Mackie met je favoriete mods. Ik heb hier een mini mod meeting. En ik heb dus een geniale uitvinding. De chili chicken. De 1 euro hamburger. Zonder brood. Zonder sla. Zonder saus. Moet je zien. Het is gewoon een tantoe grote kipnugget, vriend. Dit is de toekomst van de mensheid. Voor 1 euro kan je dit krijgen. Hey, mijn broodje is kapot. Ik zou teruggaan. Schreeuw. Dit is ongehoord. McDonald's, wat is dit? Dus we zijn nu eventjes met een paar mods bier aan het drinken. Het is de officiële bot bier meeting. Het gaat... Thanks, man. Ik heb een duvel. Ik heb wel de mooiste deken. En we hebben allemaal vliesdeken, dat is super fijn. Lekker warm. Abonneer op vliestrui, beste YouTube. We gaan hier nog een beetje zitten en op een gegeven moment is zo meteen de hippe afterparty. En dan ga ik daarheen en dan misschien vloggen. Waarschijnlijk heb ik toch keiharde muziek en ben ik bezopen, dus waarschijnlijk niet.
Dat is mijn YouTube carrière samengevat. Dus misschien tot morgen als je geluk hebt. Super zeldzame beelden later in deze vlog. Spannend. Wow, ik vlog weer. Het bestaat. Wow. Het is momenteel echt 11:30 en de afterparty waar ik nog steeds niet ben is 11:30 klaar. Oftewel, ik kan echt gewoon 5 gratis biertjes drinken in 1/2 uur en dan gewoon weggaan. Ja, ik ga helemaal naar de tering en ik heb geen idee of ik morgen nog op de gathering ben. Wordt spannend. Dus ik zie jullie zo meteen op de afterparty. Als ik nog op tijd ben. En dat zie ik ook wel. Dum 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 dum. Het leven is een wervelstorm hier in Dukstad. Vliegmachines, bliksems is wat. Dappere helden trekken de velden in DuckTales. Ik heb vandaag gewoon al bijna 200 minuten gewandeld. Ik ben die fucking gezonde YouTuber. Hele dag rondjes lopen. Je bent echt... Elk rondje is anders. We zijn aangekomen bij het grootste Dutch YouTube Gathering After Party Feest ding. Behalve, dat zeg maar de deur naar de afterparty, die nog maar 1/2 uur duurt, dicht is. Dus of de afterparty was eerder af dan ik dacht dat die af was, of het is compleet op een andere locatie. Allebei even fantastisch. Het is ook heel raar, ik kan gewoon naar binnen. Zeg maar, ik ben gewoon in het gebouw van de YouTube Gathering om 12 uur 's nachts en er is gewoon helemaal niemand. Niemand, 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 niemand. Ja, dit is toch gewoon inbreken bij de YouTube Gathering. Gaat fout. Nou, het gaat nog goed momenteel. De lampen staan nog aan in principe. Als de lampen aanstaan, heb ik redelijk het gevoel alsof ik gewoon legaal bezig ben. Alle ogen op mij gericht. Opvallend. Waar is iedereen? Ik heb geen idee. Is er iemand hier? Waarschijnlijk niet. Maar ik heb wel een wc gevonden. Pas op, want het is glad. En dan moet je niet vallen, want dat doet pijn. Oké, dit is de wc voor mannen. In principe, er is niemand. Dus ik kan ook gewoon naar de vrouwen met baby's / invalide / vrouwen wc gaan. Is dit op slot? Oh nee! Maar ik moet zo nodig! Nou! Oké, dat feestje heb ik zo van opgegeven. Maar ik heb net helemaal daar in het jaarbeursgebouw een flesje cola gevonden. En ik ga het nu gewoon de hele stad door mee voetballen. Ja, maar Rick, hoe ga jij en je flesje dan die trap op? Nou, dat ga ik je even laten zien. Boom! Hebbes! Jij en ik gaan door heel Utrecht Centraal heen, Mattie. De afterparty is misschien niet helemaal gelukt, maar we zijn aangekomen bij onze Airbnb verblijfplek. Ik ga even lekker slapen en misschien krijg je morgenochtend tour. We krijgen in ieder geval een ontbijtje van onze gastvrouw, dus dat wordt één groot feest. En dan morgen nog een dag gathering. Yay! Wel zin in. Ik zou het niet zeggen aan de manier waarop ik het zeg, maar ik heb er zeker zin in. Vandaag was een hele succesvolle dag. Vruchten zijn geplukt, dus morgen nog een dag feest. Hey, ze begonnen hier. Kom binnen. Waf, waf, waf. Dit is niet mijn huis. Kom binnen. Spanning en sensatie in de vlog. Yo, we zijn binnen. Ik heb een bed. Ik heb een stroohoed. Ik ga lekker slapen en dan zie ik jullie morgen. Het is heel raar. Ik ken dit bed niet. Ik ken deze strohoed niet. Maar het is wel een goede kwaliteit strohoed. Ik ga lekker met Lars samen in één bed slapen. Want je weet wat ze zeggen. Het is niet gay als je met twee mannen bent. Het slaat hem nergens op. Slaap lekker. Goedemorgen. Ik heb echt super chill geslapen. Onder andere gedroomd dat ik vermoord ben door de Russische maffia. En dat ik een benzinestation in de fik heb gezet.
met lampenolie. En daar hoort ook nog een politieachtervolging bij. Het is namelijk een bewezen feitje dat als je ergens slaapt waar je nog nooit eerder geslapen hebt, je hersenen veel actiever zijn in je slaap en je daardoor veel vaker wakker wordt en dan heel vaak dromen en ze onthouden. Dus dat is het enige voordeel van op een nieuwe plek slapen, want voor de rest, je hersenen denken gewoon, oh shit, misschien worden we nog vermoord. En dan moet je wel even wakker blijven ofzo. Ik ben heel vaak wakker geworden, maar echt heerlijk geslapen. Goed 10 van de 10 bedje, would sleep again. Ik ga nu even je schouw. Niks van het huis laten zien, want dat is wel misschien een beetje privacybreuk en er is helemaal niemand. Kijk, de slaapkamer, dat mag. Misschien even de woonkamer, een klein beetje, want daar schijnt voor ons gewoon ontbijt te zijn. Wat lief, hè? Is gewoon voor ons gefixt. Dan even door naar de tweede dag van de Dutch YouTube Gathering. Nu is er momenteel één klein probleempje. En dat is natuurlijk een fashion probleem. Gisteren had ik deze trui aan. Oh, mooie, lekkere, warme trui. Iedereen, wauw, Rick, wat trendy en zo. Ja. Nou heb ik dus een andere trui, maar die heb ik in de auto gedumpt. En moet ik even halen, want jij kan niet twee keer dezelfde trui aandoen. Iedereen denkt dan dat je geen fashion queen bent. En dat ben ik wel. Dus dat gaan we even fixen. Daarna ga ik door naar de gathering. Vandaag is mijn girlfriend Billy er niet, want die zit, hier raadt het al, in Thailand. Ja, dat is even zin in. Dus ik heb gevraagd, yo, YouTube gathering, ik mag één persoon meenemen, gratis. Mag het dan zeg maar op zondag iemand anders zijn dan zaterdag? Zeiden ze, doe eens gek. Dus ik heb Christian meegenomen, beter bekend als Christy uit, beter bekend als Elk Game met Chris. Het is gewoon een gast die wel eens in de livestreams voorbij komt en ik mag hem. Dus ik zei, hey Chris, wil je mee in de gathering? Zei hij, ja. Dus daar ga ik zo mee chillen. Eerst even het ontbijtje en shit. Oké. Ontbijt. Het is zandjes, broodjes, eieren, thee, bakje met jam. Het is eigenlijk gewoon meer dan ik had verwacht in mijn leven. Het is prima. We gaan even lekker ontbijten en dan gaan we zo weer naar de gathering toe. Oh ja, voor de rest hebben ze hier kunst. Hey, ik heb me eventjes omgekleed in deze verse outfit. We zijn weg van onze Airbnb kamer en ik heb per ongeluk een Airbnb souvenir meegenomen. Ik heb onbewust de tandpasta gestolen. Oprecht, ik kijk opeens in mijn tas, ik denk, huh? Ik had geen tandpasta mee. Sorry. Sorry hiervoor. Ik had laatst toen ik in mijn jas keek, ik vond opeens 6 lepels met een sticker erop, met 1 euro. En ik, huh? Ik heb nooit 6 lepels gekocht. Ik denk dat ik gewoon onbewust dingen aan het stelen ben. Ik heb geen idee hoe dit werkt, maar ik word er een beetje bang van. We gaan in ieder geval naar de gathering toe. Misschien steel ik het hele gebouw. What up, peoples? Ik sta momenteel bij de meet and greet van zondag. Dit is Chris, mijn plus 1 van vandaag. Hello. Hij is soms in de livestream. Hi. En hij helpt me soms met emotionele problemen. Ik heb met deze coole fanart gehad. Dus ik met een minigun. Deze was er gisteren ook al. Je gaat gewoon twee keer. Was het zo leuk? Ja. Ja? 10 out of 10. Moet in de rij staan again. Ja. Is dat? Dat gaat in ieder geval zo open. Hartstikke gezellig. Hey kijkers, moet je zien. Twee sexy motherfuckers. Ik ben in de super mega exclusieve YouTube wc ruimte voor mannen. We hebben een wc. Een wc. En zelfs als je echt gewoon luxe wil, nog een wc. We hebben hier geen urinoirs, want YouTubers plassen altijd zittend. Zittend altijd plassen. De meet and greet was super leuk. Weer super veel mensen ontmoet. Als weer een grote volle bak mensen. Was goeie. Altijd leuk om heel veel mensen te zien en te spreken. Het werkt dat stiekem maar weer een beetje motiverend. Als je in één keer zoveel mensen ziet die heel blij zijn. En zeggen dat ze je video's leuk vinden. Ik geloof er nog steeds geen ene flikker van. Maar ervan uitgaan dat het waar is, is het best wel leuk. Ik ga nu eventjes backstage. Hier zo. Want we gaan zo meteen met First wat doen. Je weet wel, dat televisie gebeuren waar ik wel eens aan meewerk. Misschien heb je het wel eens gezien. Die hebben een uur de tijd op het hoofdpodium. En ze zeiden, Rick, kom je ook, want niemand anders komt. Zei ik, wat schuift het? Zeiden ze, 0 euro. Zei ik, nou, doen we. Dus, gezellig. Ik heb nog steeds geen idee wat we precies gaan doen zometeen, maar... Hi. Ik ben Aaron Baksteen. Ik ben Aaron nee, Morsuit Man. Voor de rest hebben we nog wat andere gezellige mensen. Denk heb jij enig idee wat we gaan doen? Nee, man. Het is altijd een verrassing. Een grote verrassingsshow, oké. Okay. Een verrassingsshow. Wel gezellig in ieder geval. Heel gezellig. Yo, 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 yo.
Mainstage was super gezellig met QC en Famke Louise. Twee mensen waarvan ik nooit zou weten dat ik met ze op een bank zou zitten. Was lachen. En daarna nog even een klein interview hier gehad met Giel Belen over hoe matig mijn YouTube kanaal is. En hoe ik er totaal geen abonnees bij krijg. Super gezellig. Ik wil wel graag even 100.000 abonnees. Dus please informeer je vrienden over mijn bestaan en dwing ze te abonneren. Je kan gewoon zeg maar inloggen op hun account ook en gewoon abonneren in principe. Zeg maar, ze hoeven niet te kijken van mij. Ik ga nog een klein beetje rondlopen op de gathering en dan ga ik gewoon een beetje op tijd naar huis om dit te editen en XO gameplay te maken en om andere YouTube dingen te doen. Je weet wel. In ieder geval, succesvol dagje. Nou, dat was het alweer. De Dutch YouTube Gathering 2017. Was goeie. En nu ga ik naar huis. Heel lang reizen met een heleboel spullen die nog in de auto liggen. En dan naar huis en zo, hoop ik. Was het plan. Ik ben gewoon weer bijna thuis. Ik ben weer in Schagen City. Maar ik ga nog eventjes gauw naar de McDonald's om een milkshake te halen. Ik heb een geniaal idee. Ik ga naar de McDrive en dan bestel ik een milkshake zonder tomaat. Geschiedenis wordt geschreven hier. Aan kutten. Ik hoop zo dat gewoon een plakje tomaat in je milkshake doen. Blijft het er bovenop. Het zou niet eens vies zijn, banaanmetje. Neem het dan, dan mag jij die hebben. Kan ik bestellen? Ja hoor. Ja hoor. Dank voor dag, zeg maar. Mag ik van jou 2 medium milkshakes chocolade? 1 ja? Met en 1 zonder tomaat, alsjeblieft. Is dat juist shake chocolade? Ja, 2 chocolade, 1 met, 1 zonder tomaat. Tomaat? Tomaat, ja. Is, dat was hem. Dat is geen shake met tomaat. Oh. Ja. Hou eens over, het is een heel goor lijkt me. Oké, dus 2 choco medium gewoon. Yes, alsjeblieft. Ja, dat was hem. Yes. Ja, klopt, dus zo 2 choco medium. Met de 5.70 mogen doorrijden naar dit raam. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van de vlog. Ik heb nog steeds een lekkere chocolade milkshake. En daar ga ik zeker nog van genieten. De YouTube Gathering was super leuk. Tot volgend jaar. Of in de tussentijd een of andere gezellige gratis Serpent Gameplay Meeting in Utrecht. Dat de politie dan vindt dat we irritant gaan doen. Komt allemaal goed. Ik ga nu lekker de XO Gameplay opnemen en misschien nog livestreamen. Want het YouTube leven gaat door. Doei!